Ondertussen is de monteur die Thomas heeft gevraagd om het nieuwe plafond te plaatsen er ook. Thomas heeft gekozen voor een flexibel plafond. Die wordt zo onder het oude plafond gespannen, dus dat kan gewoon zo blijven. En eigenlijk is alles mogelijk. Zowel qua kleur, qua vorm als qua verlichting. En dan kan ik eindelijk de gevel gaan smeren. Ik kan niet wachten, joh. Hij zal er echt flink van opknappen. En dat ga ik doen met een cementgebonden pleister. Goed. De eerste laag zit erop. Dat noem je ook wel vertinnen. Die moet even uitharden. Maar goed, met het zonnetje erop gaat dat helemaal goed komen. Maar ik geloof dat het plafond erin gaat. Dus als het jou was, zou ik even gaan kijken. Oké, ga even kijken zo. Binnen zitten alle frames op hun plek. En kan inderdaad het hoogwaardig kunststof worden gespannen. Dat kunststof is overigens brandveilig. Dus ook prima te gebruiken boven een keuken, zoals hier. De pleister is inmiddels iets uitgehard. Ik heb hem helemaal strak afgereden met de rij. En ik ben hem nu aan het messen. Dat doe ik met twee messen. Die haal ik er zachtjes overheen. Je moet wel op tijd zijn. Als je te laat bent, dan gaat hij rullen. En dan doe je niks meer aan. Het zonnetje erop, dus ik moet een beetje opschieten. Dus ik hou op met praten. Binnen worden de sierlijsten gemonteerd. En net zoals het plafond in veel varianten te verkrijgen is, zijn er ook veel verschillende lijsten. Zodat er altijd wel iets is dat ook in jouw interieur past. Ik heb van tevoren aangegeven waar ik mijn lichtpunt wil hebben. Dus Johan heeft van tevoren op die plek een voorziening getroffen, zodat ik later in één keer mijn lampje op kan hangen. Daarnaast hangt hij ook nog een aantal inbouwspots op.